Deze nieuwsuitzending is een reactie op een nieuwsuitzending die ik heb gezien op internet van de John Henry Weston Show. En die titel daarvan luidt: Is Pope Francis trying to open the door to contraception? En John Henry Weston. Misschien zal ik die link. Ja, die link zet ik hier wel onder. Even een boertje laten van de thee. Die link zal ik hier wel onder zetten. Dit is gepubliceerd op 14 mei. Dus 2 weken geleden. Wat is er nou weer gebeurd? Die John Henry Weston. Niet Western, maar Weston. Ja, die houdt dus de paus goed in de gaten. En die paus zit allemaal van die maffe dingen. En al die katholieken weer. Ho, 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 ho. Ja, ik moet er altijd een beetje om lachen. En die John Henry Weston, die is zo katholiek als wat. Man. En die paus, ja, dat weet Johnny dus niet. Johnny Henry. Die paus die interesseert helemaal geen donder wat er in de Bijbel staat, man. Homohuwelijken, ja natuurlijk, voor hem mag alles. De paus is geïnteresseerd in het doordrukken van een wereldregering en dat we allemaal CO2-belasting gaan betalen. En dan de paus aan het hoofd natuurlijk van iedereen. Ja. En dat die Bijbel, ja, die Bijbel, ja, dat is geinig, maar... Het gaat er nou ook weer over. Het gaat over het 5e en 6e gebod. Pak hem er even bij, hoor. Kijk even. Klikken. Ik heb het zo gevonden. Ik heb tegenwoordig van alles opgeruimd. In mijn huis, maar ook... Oh, wat nou weer? Nee, daar heeft de paus eventjes de 10 geboden verkeerd geïnterpreteerd. Het gaat over het 6e en 7e gebod. Dus dat je niet mag doden, dus geen abortus. Punt. En je mag niet echt breken. Je mag niet neuken buiten natuurlijk. Dat zegt Mozes. Mozes laat zich niet uit over het gebruiken van een condoom. Nee. Nee. Dan kan je zeggen, ja, maar in die dagen, ja, dus, geen condooms. Nee, dat denk ik ook ja. En Mozes zei niks over het gebruik van een condoom. Punt. Nou, een contraception, dat betekent anticonceptiemiddelen. Hè? Nou, anticonceptiemiddelen, ja, ik ken er zeg maar 2. En de ene is de anticonceptiepil. Nou, dat moet je niet doen, maar daar heeft de paus niks geen donder mee te maken. Dat moet je gewoon niet doen. Als vrouw, ja, als man kan het natuurlijk niet, heeft geen enkel zin. Maar je gaat een beetje elke dag hormonen lopen slikken. Heb je een gaatje in je hoofd of zo? Dat is hartstikke slecht voor je lichaam, dat zou de paus moeten zeggen. Maar ja, daar heeft de paus niks geen donder mee te maken. Dat zouden ze op school moeten vertellen. Van kijk, de jongens mogen ook meeluisteren, die jongens mogen dat ook weten... Maar het lichaam van een vrouw, vanaf de eerste menstruatieperiode, en dan gaat die hormoonspiegel, die gaat volgens een bepaalde golf, maar heel ingewikkeld hoor. En dan gaat de lichaamstemperatuur, want dan komt dus de ijsprong komt eraan, en dan gaat de lichaamstemperatuur omhoog, maar er gebeurt nog veel meer. En dan popt er een eitje, jump. Nou, en als er dan op dat moment een kwak sperma op de loer ligt, en al die spermatozoïden, die stuiven erop af. Zo'n eicel die doet ook nog bepaalde geurstofjes of zo. Feromonen of zoiets. Waarvan die spermatozoïden die in het sperma zitten. Helemaal crazy van worden. Zoiets is het. Hè. Pinden er niet vast. Het laat het maar over aan de biologieleraar. Maar dat hele proces van die hormoonspiegeltoestanden... Ja man, dan ga je toch niet lopen beïnvloeden?
Levensgevaarlijk. Er is vastgesteld dat in de groep van vrouwen die anticonceptiepillen hebben geslikt, een langere periode, daarin is het voorkomen van iets als borstkanker, de diagnose dan, even los van of je het echt hebt, maar de diagnose borstkanker, is hoger dan onder vrouwen die het niet slikken. Ja, dus vertel dat. Maar wat heeft de paus nou te maken met anticonceptie? Mozes zegt, niet neuken buiten de deur. Klaar. Ja, daar mag de paus een punt van maken. Geen seks buiten het huwelijk. Je gaat eerst een partner goed leren kennen. En die heeft natuurlijk niet een andere partner. Huh? En ja, jij als jongen, of als meisje, maakt niet uit. Je leert iemand kennen. Nou, dan ga je samen leuke dingen doen. Weet ik veel, samen pizza bakken of zo. Een dagje naar het strand. Haringkie eten. Tenzij ze veganist is, dan moet je wat anders verzinnen. Eet je een patatje, gebakken in plantaardige olie. Je gaat een keertje wat lopen, zeg maar wat je wil. Dan, als het dan allemaal leuk is en leuk blijft, dan ga je een keer bij de ouders op bezoek. Of bij zijn ouders, je wordt allemaal een beetje vice versa moet het werken. En dan een keer met de hele familie erbij, als tante Jo jarig is of zo. Of oom Hendrik, die gaat iedere zomer met tante Mie gaat ze naar de camping in Surhusterwalde. Reuze gezellig en daar gaan we barbecuen. En dan ga je er ook maar een keertje mee. Ja. En zo leer je iemand kennen. Ja. En een einde wandelen natuurlijk. Nou, dan koop je een keer een mooie ring voor haar. En voor jou. En dan ben je verloofd. Of je bent gelijk getrouwd. Maar maakt mij het uit. Dan moet je daar een aankondiging van doen in de familie. Van nou, ik heb mijn ridder op het witte paard heb ik gevonden. Mijn prins. En dat mannetje dan hetzelfde naar zijn familie toe. Van nou, ik heb de moeder van mijn kinderen gevonden. Je moet allebei zorgen dat je, of samen zorgen, dat er genoeg is voor de uitzet. Je zal toch samen willen wonen, neem ik aan. Ja. Nou, dan heb je dan genoeg. Heb je genoeg geld voor een bedje, voor alles wat je nodig hebt. Valt nog tegen hoor, wat je nodig hebt om een huis in te richten. Maar als je niet zoveel geld hebt, dat is ook weer een test. Ja. Dan moet je zelf wat gaan verzinnen voor de gordijnen. Dat kan wel. Nou, en dan ben je getrouwd. En dan ga je lekker wippen de wip. Hoppakee. Ja, maar ik wil het graag van tevoren even uitproberen. Ja, waarom? Ben je bang dat hij niet past of zo? Ga er weg. Nou, het is leuk hoor, als je een bruisend seksleven weet op te bouwen met je partner, maar... Het is vooral erg moeilijk om dat levendig te houden. Hier? Na al die jaren gaat de verrassing er een beetje vanaf. En dan? Ja. En het punt is, je moet met elkaar blijven. Dus niet echt breken. Ja, niet de bedoeling dat iemand dat mannetje lief buiten de deur gaat neuken. Daar mag de paus wat over zeggen. Maar dat doet hij niet. Nee, die zitten zeuren over anticonceptie. Dat doet hij wel vaker hoor, dat hij zich bemoeit met dingen. Dat je denkt van ja, man, hou er toch mee op. Ja. En dan is het ook nog zo dat Paulus de VI, zo, die voorganger van Johannes Paulus de I. Maar Paulus de VI die heeft gezegd, nee, condooms, ik ken echt niet. En ik ben bemoeid, die vent zich mee. Ze is totaal bezijden het punt. Zo zouden de Engelsen zeggen. Het is niet waar het om gaat. En los van het feit dat ik dus die hele organisatie van die katholieke jokers... Ik denk, jongens, wat ben je mee bezig?
Geef iedereen een Bijbel en klaar. Het lijkt me wel leuk dat je Bijbellesjes geeft in de zin van hoe lees je de Bijbel. Dat je mensen even uitlegt van ja, dit is leuk aan dat boek en dat is leuk aan dat boek. En als je daar een keer zin in hebt, moet je dat boek lezen. En de Bijbel is een bibliotheek. Het heet ook een Bijbel op zijn Duits. Een bibliotheek. Er zitten allemaal boeken in, die zijn allemaal heel verschillend. Nou, een beetje een soort samenvatting geeft van het boek Job. Dat is leuk. Wordt dat en dat in beschreven. De duivel komt aan het woord. Oh, dat is leuk. Ja. En ik dacht, dat verhaal van Sodom en Gomorra. Ja, dus, dat zou je dus mensen moeten leren. Als je dan toch iets universeels wil doen voor de mensheid. Ja, leg er dan uit hoe ze zelf de Bijbel kunnen lezen. Maar dat doen die katholieke jokers niet. Nee, die gaan in een jurk op het podium staan en iedereen vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Ja, ik heb het in het boek gekeken en ik vind dat je het zo moet doen hoor. En ja, geen condoom. Nee, wat wil je nou man? Condooms bestonden helemaal niet in die dagen. Ik stel me zo voor dat een stel, die zijn getrouwd, die hebben een leuk kindje. En nou, ze staan op het punt om eventueel een nieuw huis te gaan betrekken of te gaan emigreren naar Amerika. En zeg het maar. En ze willen wel graag seks. Maar er is even geen tijd voor een tweede erbij. Nou, dan doe je toch condoom om? Wat is dat nou? Heb je wel lekker seks, maar eventjes geen kind. En als we dan helemaal lekker verhuisd zijn, hebben we een nieuwe plek en we zijn weer geaard. Dan mag die tweede komen in een gespreid bedje. Net als dat die eerste in een gespreid bedje kwam. Dat is toch de keuze van de ouders? Daar heeft de hele paus helemaal niks mee te maken. Denkt die man wel niet. Nou, en dan heeft dus die Paulus de VI, die heeft gezegd, nou, je mag geen condoom. En dan gaat dat nu, Johannes, wat is het? Franciscus. Je hebt Johannes Paulus de I gehad, die is vergiftigd. Toen kreeg je Johannes Paulus de II, die hebben een hele tijd naar gezeur kunnen luisteren. Nou, die ging dan dood en die werd dan opgebaard. En dan is de hele familie Clinton en weten die andere jokers toen. Clinton, Bush en dan, oh, het heren, oh, de paus is dood. Stond er op de voorpagina van de Volkskrant. Maar goed, die is dus ook van blij te zijn. En dan heb je dan Franciscus de I. En die gaat dan weer de boel een beetje openzetten. Ze is paus Franciscus proberen om de deur een beetje open te zetten voor anticonceptie. En dan heeft de paus dan zoiets van, ja, het is het minste van twee kwaden. Want een kind waar je niet voor kan zorgen, dat is dan nog erger. Ja, waar bemoeit u zich mee? Nogmaals. Yo, en er zijn mensen die zijn heel armoedig en die vrouwen die gaan dan geld bij verdienen in de prostitutie en die raken zwanger. Eww. En die mogen geen condoom gebruiken? Nou, ze mogen niet de prostitutie in. Punt. Want prostitutie is een vorm van echtbreken. Daar zit het punt. En dan is ook de vraag van, moet de pil in het ziekenfondspakket? Nou, ik vind van niet. Het is schadelijk voor het vrouwelijk lichaam, dus hoort dat niet in het ziekenfondspakket. Punt. Vind je het gek dat ik €110 in de maand moet betalen terwijl ik nooit naar de dokter ga? Ja, al die vrouwen die allemaal van die gratis van pillen. Van die anticonceptiepillen. Ja, daar zit ik aan het voor te betalen. Ook. Terwijl het helemaal niet gezond is. Ja, maar die meisjes die zijn zo geil en ja, die willen toch ook wat. Dat is mijn probleem niet. Toch? Ik moet maar betalen, want die meisjes zijn zo geil. Dan vragen die geile meisjes maar een opwinddildo voor hun Sinterklaas. Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht.
Ja, dat denk ik erover. En wat mij betreft mag je het hele pausdom mag je afschaffen. En deze arme man, hè, die John Henry Weston, van ja, wat heeft de paus nou weer gezegd? Heeft de paus nou weer gezegd? Want het is wel duidelijk, die John Henry Weston, dat is dan iemand van de, ja, de klassieke kerk. Het liefste wil hij het Tweede Vaticaans Concilie of zo? In de jaren 60 is dat gehouden. Daar wil hij terugdraaien. Al die protestanten er weer uitdonderen, want dat zijn toch geen katholieken. En de mis weer lekker in het Latijn, want dat begrijpt tenminste niemand. Sukkel. Ja, het heeft niks te maken met christendom. Die meneer John Henry Weston. Met zijn John Henry Weston show. Ja. De vorige keer was die man in blinde paniek geraakt. Want de paus die had iets gezegd over het homohuwelijk. Dat hij wel de twee mannen wilde trouwen. Ja, hij ook helemaal zijn achterste been. Ja, lijkt me nogal wie dus. In Leviticus staat het er heel netjes. Dat als twee mannen het gaan doen, net als een man en een vrouw. Dat persoon A, die steekt zijn, nou ja, de rest hoeft niet uit te leggen. Hè? Dat is een gruwel. En de paus over, ja, nou, ja, ik zie het toch als toch weer een uitbreiding van de kerk. Qua aantallen bezoekers. Straks kan je je huisdier nog laten dopen. Heb je katholieke konijnen. En plotseling een hele hoop katholieken erbij. Toen was John Henry Weston ook helemaal... Oh, maar dat kan niet, hoor, dat kan niet. Nou ja. Maar gelukkig had de paus dat gezegd in een vliegtuig. En niet vanuit de heilige stoel. Want als hij dat vanuit de heilige stoel had gezegd... Ja, was het waarheid geweest. Dan hadden we een lekker conflict gehad. Maar gelukkig, de paus die zat niet in de heilige stoel. Die zat helemaal... Die stond in de gangpad van een vliegtuig. Dus toen was die storm weer overgewaaid. En nou zitten ze met angst en beven af te wachten wat de volgende merkwaardige uitspraak wordt van Jorge Mario Bergoglio. Die hoofd van de Jezuïetenorde was tijdens de vuile oorlog in Argentinië. Kijk, daar hoor je meneer John Henry Weston niet over. He? Nee. Nee, die kijkt wel linkeruit. Nee, er waren 30.000 dode burgers. Ja, als we het daarover gaan hebben, dan gaan we het ook nog hebben over die pak een beet 900.000 dode burgers in Kroatië. Hé, hey, daar doet John Henry Weston niet aan, hoor. Nee, we gaan een beetje moeilijk lopen doen over dat Franciscus de Eerste iets heeft gezegd. Dat je denkt, wel, hij doet de deur een beetje open voor condoomgebruik. En daar ga ik even een punt van maken. Maar dan hou ik het wel dus niet over die 30.000 dode Argentijnen. Want kijk, er is een grens, hè. Er is een grens, Perry. Je moet je goed begrijpen. Ik zit op het internet met mijn mombakkers de katholiek uit te hangen. En dat heeft wel zo zijn grenzen, ja. Wat zei je ook eigenlijk weer? Hoeveel dode mensen? Nou, dat maakt ook niet uit. Ik heb het niet over dode mensen. Ik heb het over... Ja, natuurlijk. Weet meneer John Henry Weston dat meneer de paus achter de oorlog in Vietnam zat? Hé? Hey? Nou, dat is de vraag, hè? En ik heb natuurlijk de mogelijkheid om hier onder deze video, waar ik nu naar zit te kijken, naar het plaatje dan, hè, om er al even een vraag te stellen aan Mr. John Henry Weston. Wat is your opinion about this boek? En dan even de PDF-URL erbij. En Vietnam, why did we go? .pdf. Geschreven door Avro Manhattan. Die hele beroemde man is inmiddels al overleden, maar het was een hele beroemde man. Persoonlijke kennis van Eleanor Roosevelt. Nou, waarom zijn de Amerikanen naar Vietnam gegaan? Nou, omdat de paus zei dat het hoog tijd ervoor was. Want die stoute Zuid-Vietnamezen... Ja, die wilden niet van de katholieke kerk wezen. Nee, die zaten een beetje de onafhankelijke boeddhisten uit te hangen. Ja, maar daar had de paus geen zin in. Een beetje je eigen geloof, ja, kom op zich.
Dus er werd gedaan alsof er oorlog gevoerd werd tegen Noord-Vietnam, maar dat was een schijnoorlog. Het ging om Zuid-Vietnam. Die moesten gazen genomen worden. Toen hebben ze van de en passant dingers er eventjes Cambodja er ook bij gepakt. Weet je nog, met Pol Pot? Ja, dan moet je met John Henry Wester niet over beginnen. Die zit er een beetje zorgen te maken over condooms, ja of nee. Terwijl het helemaal geen terrein van de paus is. John Henry Wester, die zou, als hij het dan toch heeft over het eerbiedigen van de 10 geboden van Mozes, het moeten hebben over het tweede gebod. Van niet bidden voor beelden. Niet knielen voor beelden. Dus iemand mag best een Maria-beeld maken. Van, zo zag Maria eruit, dat is allemaal best. Maar dan gaan we dat beeld gaan we niet eerbiedigen. Want dat mag niet van het tweede gebod van Mozes. Kijk, daar zou John Henry Wester met mij eens een keer een gesprekje over moeten hebben. Want dat doet deze knakker denk ik wel, hè. In ieder geval, hij protesteert er niet tegen. Nou, ik blijf ze volgen, hoor, die katholieken. Dat hele gedoe, daar klopt natuurlijk geen donder van. Je beweert dat je van de Bijbel bent, maar als je dan een beetje gaat kijken, dan ben je helemaal niet van de Bijbel. In Matthäus 6 staat, hoor, ergens, van noem niemand op deze aarde je vader. En hoe dient een priester genoemd te worden? Vader. Ja, kijk, Perry, dat moet je zo zien. In de Bijbel staan wel meer dingen. En ja, wij zijn van de katholieke kerk. En we hebben dus de Bijbel echt kritisch bekeken. En toch een aantal dingen. Daar zeggen wij van nou, als we dat nou eens negeren. Snap je? Ja, ja. En dan wordt het ook in één keer duidelijk waar die katholieken mee bezig zijn. Namelijk een politieke agenda door te drukken. Hé? Ja, ha, 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 ha. Ja, zeg dat dan eerlijk. Zeg dan, ja, aan de andere kant, zou je het hoeven zeggen? Je kan het zelf toch concluderen? Je kan zelf toch zien dat het hele gedoe met de pausen en de kardinalen en de bisschoppen en de nunciussen en de diocenen of zo. En dan die priesters en die arme koorknaapjes. Ja? Ik ken zo'n jongen die is door zijn moeder verkocht. Ja, dat is ook niet zo aardig van zijn moeder natuurlijk. Maar die moeder had geld nodig. En zijn moeder heeft hem verkocht. En hij is beland in een weeshuis. En daar was hij gepromoveerd tot toyboy. Van de meneer hoofd van het weeshuis. Dat vond hij niet zo leuk. En dan was hij katholiek natuurlijk. Was in Limburg. Laat de kinderen tot mee komen. Dat hebben ze wel erg ruim geïnterpreteerd hoor. Laat de kinderen tot mij komen, zodat ik als priester klaar kan komen. Maar dat staat er echt niet in de Bijbel, dacht ik. Maar ja, die katholieken die trekken ze er helemaal geen donder van aan. Die kletsen maar wat. Dit is mijn mening. Mag jij een andere mening over hebben? Maar dit was even de nieuwsuitzending over dat de katholieken weer eens een probleempje hebben binnenshuis. En denk nou niet dat de katholieke kerk op sterven na dood is, want de katholieke kerk is nog nooit zo springlevend geweest als heden ten dagen. Er zijn een beetje van strategie veranderd, een beetje hier en een beetje daar. Zo. Maar Donald Trump hebben ze helemaal in de pocket. De Europese Unie hebben ze opgericht. Nou ja, het gaat allemaal keigoed, man. En de paus allemaal roepen van, ja, er moet een wereldregering komen, een wereldregering. Want anders gaat het helemaal fout, mensen, er moet een wereldregering komen. Ja, natuurlijk, joh. Ja. Ja, wel alsof we nog niet genoeg ambtenaren hebben. Ja. We hebben momenteel 40.000 Europese Unie-ambtenaren en die kosten dan €345.000 per jaar. Ja, zegt de paus, maar daar heb je dan wel een heel goed bestuur voor.
Dus kostenpatiënten, maar dan heb je ook wat. Kijk, als je zo'n ambtenaar zeg maar een modaal inkomen zou betalen, of zo'n inkomen wat Perry Winkel heeft, nou, dan krijg je ook de kwaliteit van Perry Winkel. En iedereen weet dat je dat niet wil. Nee, natuurlijk, ja. En dan meer te verkopen? Akel. Maar die paus gaat lekker door met zijn wereldorde. Yeah. Yo, lekker lachen met de paus. Nou, ik hou deze kerel goed in de gaten. Vast heeft hij over 2 weken weer een enorme mop. Dan gaan we weer even lachen. En op zijn hamburger zeg ik heel officieel en uit traditie en zo. Toch traditiegetrouw, hè? Nou, eigenlijk ben ik ook een beetje, heel klein beetje katholiek. In die zin dan, dat ik elke keer zeg, op zijn hamburgers, tjus. En dag lieverds.